Hoi, leuk dat je er weer bent. Weer een nieuwe video voor mijn 100 dagen project. Vandaag wil ik graag tickets gaan maken. Ik heb deze ticketjes ooit een keertje gekregen in een Happy Mail en ik vond dit wel een leuke maat. Dus dit is ongeveer 3,5 bij 7. En ik dacht, als ik dat nou op een A4 doe, dan kan ik er volgens mij een strip van maken van 4 tickets met nog een beetje extra. Dus dat wil ik graag gaan proberen. En ja, je hebt geen extra, hoe noem je dat? Geen stanzen of zo nodig voor dit projectje. Dus iedereen kan dit in principe maken als je ook iets hebt om gaatjes te maken. Dat is helemaal waar. Ik moest even nadenken of het wel waar was wat ik zei. Maar om te beginnen wil ik eerst, ik heb gewoon een vel A4 kartstok gepakt uit een van mijn... uit mijn voorraadje. En wat ik wil gaan doen om te beginnen is eigenlijk dat eerst wat interessanter maken. Door wat strookjes papier erop te plakken. Ik hoef niet alles te bedekken. Maar in ieder geval dat er net, ja, dat er toch al wat meer te zien is op de basis alleen. Dus ik heb hier een stukje oud boekpapier. Waar ik strookjes van af aan het scheuren ben, zoals je ziet. En die ga ik verdeeld hier een beetje overheen plakken. Gecombineerd met nog iets van een fijner. Ik heb niet te dik papier gekozen. Daar staat ook muziek op. Maar dan wat kleiner. Dus weer een ander textuurtje. Je zou ook een bladzijde uit een leesboek of zo kunnen nemen. Het heeft ook weer andere textuur. En ik wilde er een klein beetje kleur in aanbrengen. En dan pak ik weer dit boekje, die heb ik al eerder laten zien met de bordeaux rood die ik toen niet gebruikte. En de oud roze. Of zal ik kijken of er iets in zit waar een printje op staat. Bloemetjes. Daar heb ik niet zo'n zin in. Er zit verder niet zoveel roze in, geloof ik. Deze? Nee. Nee, ik ga denk ik voor die even oud roze wat stukjes. Had ik die nou? Waar is die nou gebleven? Oh, hier. En daar scheur ik ook wat stukjes van af. Ik weet niet of ik alles ga gebruiken, maar... Want ik wil ook nog een beetje van de achtergrond zien. Maar ik scheur gewoon echt door. En dan ga ik die gewoon willekeurig opplakken. En aangezien dat dan weer niet zo heel veel over te vertellen is... En niet zo spannend. Doe ik dat even voor jullie in sneltreinvaart. En dan hoor je me zo meteen weer terug. Tot straks. Ik heb toch even nog mijn collage mat medium gepakt om het op te plakken. Nu gaat het muziekje aan en tot zo meteen. Zo, nou ik heb niet alles gebruikt. Dat bewaar ik gewoon in een doosje voor eventueel het volgende project van mijn 100 dagen project. Of het volgende onderdeel. Het project van het project klinkt zo gek, hè? Even aangedroogd. En nu moet ik alleen nog even aan de achterkant een paar randjes wegknippen. Want ik heb sommige stukjes expres iets over de rand geknipt. Zodat die zeker weten tot het einde van de pagina, zeg maar... zou komen. Dus dat het eigenlijk verdwijnt in de rand. En dan hebben we nu al een hele leuke, veel leukere althans, basis om verder mee te gaan. Nou, als eerste ga ik even mijn railboard pakken. Want ik wilde ze 3,5 bij 7 hebben. En dan ga ik voor eerst... Elke 7 centimeter even rillen op de lange kant. Dus de lange kant van mijn A4
doe ik tegen de liniaal en dan ril ik een lijn op 7 centimeter. Voorzichtig, want ik maak zo mijn collage kapot. 7 op 14 dan natuurlijk. Op 21. En op 28. Dat is dan al de hoogte van iedere ticket. En dan ga ik ze nu op 3,5 centimeter in stroken snijden. Dus dan krijg je meteen een strip van 4 gerilde vakken. Tickets kan ik het nog niet noemen, want daar horen nog meer stapjes bij. Dus even kijken. Ik denk dat ik 6 strips kan maken als ik goed gerekend heb. Want een vel is 21. Dus ja, volgens mij is 3,5 keer 6 21. Zo. Deze kan aan de kant. Dan hebben we hier die mooie strips met de rillijn op 7 centimeter. En op die rillijn wil ik gaatjes maken. Want tickets, nou waar liggen ze nou? Oh, hier. En deze zijn gewoon recht aan de randen. Maar in ieder geval zie je hier al die hapjes eruit. Dat gaan we maken. Maar wat ik graag wil doen is ook in het midden zo'n hapje maken. En kleine soort van afscheurgaatjes. Om die grotere gaatjes te maken, ga ik dat met mijn krokodil doen. En dan moet ik even kijken. Waar is mijn liniaal? Ga ik even het midden opzoeken. Het midden van 3,5 is een klein beetje een lastige. Maar er zit... Momentje. Sorry, ik werd even geroepen. Maar het midden van 3,5 is ongeveer 1,7, 1,8 daartussenin. Zet ik eerst even een stipje. En nou heeft de krokodil, alleen die heb ik er hier uitgesloopt, zie ik. Heeft zo'n metertje. En die ga ik weer even terugzetten. Daarmee kan je dus zo... een vastzetten. Als je dat naar voren haalt, dan kan je dus heel veel gaatjes maken op precies deze afstand. Dus ik ga nu mijn eerste gaatje eventjes, wat ik net heb afgemeten, daar in het midden op de rillijn, ga ik eventjes inknijpen en dan zet ik hem vast. Dan hoef ik zo meteen bij al die andere rillijnen dat niet uit te rekenen. Nou, dan hoop ik dat ik wel goed gedaan heb, maar ik denk het wel. Ik twijfel altijd een beetje. Zo, ga ik heel eventjes spieken vanaf de andere kant. Ja. Ja, nou dat gaat goed. Dus nu kan ik dat papier op de rillijn steeds tegen dat zwarte dingetje hier aanzetten. En dan knipt hij dus steeds op dezelfde plek. Dat gaatje door, alleen hier zit nou dat dingetje vast. Dat vind ik irritant. Dat cirkeltje wat ik er net uitgedienst heb, daar weg wil ik dat hebben. Dan kan ik beter zien en dan knipt hij denk ik ook mooier. Ja, dus nu ga ik overal waar een rillijn zit, op dezelfde hoogte in het midden, een gaatje maken. Moet wel dat dingetje steeds eruit vallen. En ook bij de laatste, waar nog maar een klein stukje over is, zet ik een gaatje in het midden. En dan ga ik bij alle strips doen. Dus, nou ja, beetje saai. Ik zal het weer versnellen. En dan zie je me zo weer terug met de gaatjes. Nou, nou kwam ik er dus achter dat ik aan de achterkant veel beter die gaatjes kan zien. Dus, of die rillijnen. Dus ik heb hem uiteindelijk aan de achterkant gaan. Kijk, want hier zit ik er al net naast. En hier meende ik een rillijn te zien. Maar dat was gewoon de rand van een stukje papier. Dus dat was een beetje suf. Maar ik laat het nog even zo. Misschien dat ik er nog iets leuks overheen kan plakken. En dat ik hem toch kan gebruiken. Wat ik ook nog vergeten ben. Is dat ik
hier in het midden. Wacht even, ik moet het zo doen. Ook op de rand natuurlijk de eerste ticket ook een hapje wil geven. Dus daar ga ik nog even bij allemaal in het midden op de rand nog een half gaatje uitknippen. Niet aan die korte kant. Hier zit een rillijn en er zit een heel kort stukje. Daar laat ik het zo. Maar aan die hele ticket waar het mee begint, daar knip ik nog een half gaatje uit. Zo, en bij de laatste ook. Of de ene laatste. Ik zie dat ik er daar nog in heb liggen. Zo, en dan ga ik op al die hoekjes ook een gaatje eruit halen. Dus dat is eigenlijk een kwart van een gaatje. En dan ook weer op de rillijnen een half gaatje. Zo krijg je die uitgeholde hoekjes eigenlijk. Zoals dat bij deze ticket ook is. Deze manier hebben we dus bij iedere rillijn aan beide uiteinden, beide kanten, een hapje eruit en een gat in het midden. En dat ga ik nu dus ook bij al die andere doen. Zo, nou, ik ben klaar met gaatjes maken. Dat is dan wel weer zo'n dingetje waar je halverwege denkt, wat een hoop werk, ik vind er niks aan. Maar even doorzetten en dan heb je ze er allemaal in zitten. Nou zag ik wel net dat ik per ongeluk toch een paar van die korte hoekjes maar dat maakt niet uit. Aan die korte kant waar er geen hele ticket is, bedoel ik zeg maar. Maakt niet uit. Wat ik nu nog heel graag wil doen, is met eigenlijk mijn naaimachine zonder draad hier over die rillijn heen stikken. Zodat er alleen maar gaatjes komen om de zoveel millimeter. En dus zijn dat eigenlijk scheurgaatjes. Heb je nou geen, geen naaimachine, prikpen en een prikmatje. En dan gewoon om de zoveel millimeter een gaatje prikken op die rillijn. Een hele mooie gidslijn om gaatjes doorheen te prikken. Passen ongeveer 4 gaatjes in tussen de dingen. En dan heb je een hele mooie afscheurlijn. En dan zie je, dan vouwt die al mooi op. En dan heb je dus, even kijken, want hier komt het collagepapiertje een stukje los op de hoek. Die wil ik vast hebben. Dan kan je dus op die manier je tickets, als je ze straks af hebt, als strip gebruiken in je project. Maar je kan dus ook afscheuren. En dan heeft hij zo'n heel mooi rafelig randje om te gebruiken. En ziet er altijd weer net even wat echter uit. Maar ik ga ze nu eerst even allemaal onder de naaimachine over de rillijn. En dan ben ik zo weer bij je terug. Het is een beetje komen en gaan vandaag. Maar ik ben er zo weer. Nou, het is gelukt. Overal mooie fijne gaatjes erin. En dan wil ik ze nu gaan versieren. Allereerst had ik bedacht, wil ik ze een beetje bestempelen. Ik denk dat ik hier samen met jullie één strip doe. Want anders wordt het toch nog een hele lange video. En deze die ga ik lekker op mijn gemakje strakjes na de video doen. Ik heb hier één strip. Ik heb mijn Neppert van AliExpress. Maar wel een favoriete stempelsetje. En die ga ik gebruiken om met zwarte inkt nog wat extra leuks te geven. Waar is mijn stempelblok? Oh, hier.
Ik vind altijd die ovale ronde wel leuk. Niet om helemaal te stempelen, maar even kijken. Oh, niet omdraaien, zo. Een beetje langs de randen. En daarom heb ik ook dit stuk papier eronder. Want dan zit mijn... Oeh, hij bleef plakken, zag je dat? Mijn tafel niet vast. Ja, twee keer is genoeg. Ik wil ze niet allemaal hetzelfde hebben. Dus wat verschillende stempels gebruiken. En ik let nu even niet op waar iedere ticket eindigt. Dus hier ben ik ook over twee tickets heen gegaan. Ik benader het nu nog eventjes als een soort collage strip. Die kleine cirkel. Ook leuk. Op zijn kop. Ben ik echt zo goed in. Maakt niet uit. De tickets die kunnen nu nog alle kanten op. Zo. Even afstempelen. Daar en nog een langer cijfer. Die zit er als het goed is. Oh, hier. Nee, die had ik net al, toch? Ja. Even kijken. Daar laat ik het even bij. Wat het stempelen betreft dan, hè. En dan had ik hier nog een pakje. En die gebruik ik eigenlijk zelden. Maar daar zitten allemaal leuke stickers in. En dan had ik laatst al aan jullie deze stickers laten zien. En thans in het paarse set. Maar ik wil denk ik ook deze nu gaan gebruiken. Op mijn tickets. Die zijn allemaal... roze bloemen. Even kijken, want er zit ook een beetje persik, zie ik nu. Dat vind ik dan niet zo passen bij wat ik tot nu toe allemaal heb gebruikt. Maar die wat meer, ja, hoe zeg je dat? Blauwe, maar waar een beetje meer blauw in zit. Of deze, die kleuren wel heel goed bij het palet waarvoor ik gekozen heb. Deze ook wel. En deze kan ook. Dus deze bewaar ik nog voor een andere keer. En verder heb ik hier nog van allerlei andere soorten washi stickertjes in zitten. Deze vlinder kleurt er ook wel leuk bij. En hier, die heeft ook een beetje dat bordeaux paars. Deze kan er ook nog mooi bij. Een rode. En hier zitten allemaal verschillende washi stickertjes. Misschien vind ik hem niet zo mooi, maar nou ja, hij kan qua kleur wel. Dus ik ga dat eventjes sorteren en die ga ik dan gebruiken. Weet je, ik ga dat later sorteren. Ik ga nu deze strip gewoon maken met deze stickers die ik nu heb. En dat, die stickers worden dus eigenlijk focal point op iedere ticket. Dus deze roos bijvoorbeeld. Ik vind deze stickers altijd, daarom gebruik ik ze niet zo vaak. Vreselijk om los te krijgen. Maar het is wel zonde om ze helemaal niet te gebruiken. Dus toch goed om te gebruiken wat je hebt. En ze zijn heel mooi. Als ik ze eenmaal los heb van het folie, dan word ik er heel blij van. Maar nu, dit vind ik echt een ramp. Dit vraagt ook geduld en dit is eigenlijk niks om te doen in de video. Nou, ik ga eventjes op pauze hoor. Nou, ik ben eventjes met de stickertjes die ik nu wil gaan gebruiken, heb ik even allemaal dat randje omgeklapt, zodat ik het toch wat makkelijker en wat sneller aan jullie kan laten zien. Maar deze die wil ik hieronder gaan gebruiken. De eerste. En je ziet, die steel is veel te lang, dus die ga ik zo meteen afknippen. Maar ik kan hem hier zo heel mooi overheen plakken. En de letters van de achtergrond, of de cijfers bedoel ik eigenlijk, en de stukjes papier, die blijven zichtbaar. En dan ga ik hier gewoon
langs die rand. Dus het is gewoon, ja, ik vind dat altijd heel mooi. Het blendt, de stickers blenden wel heel mooi in de achtergrond. En dat vind ik wel heel gaaf aan deze stickers. Alleen een ellende dus om ze van de achterkant af te krijgen. Maar kijk hoe tof deze sticker. Heb ik hem wel in beeld? Of deze ticket is geworden. Straks nog eventjes die randjes beinkten. En dan heb ik een hele gave, hele gave ticket. Ik had ook nog deze bloem. En die wilde ik zo half plakken. En dan steek die een heel eind uit. Maar die kan ik dan nog weer bij een van de andere tickets gebruiken. Van, denk ik. Ik denk dat dat leuk is. Dus dat is geen weggegooid. Ik denk hier. Want ik vind het niet mooi om hem dan echt helemaal zo in het midden te gebruiken. Maar als we dat zo, vind ik dat toch wel heel leuk uitzien. Ja. Hierboven wilde ik dan bij die halve vlin, of bij die halve bloem nog een mooie vlinder plakken. Die plak ik dan wel in het midden. En dan is alleen dat transparante wat er een beetje uitsteekt. Wat ik weg moet knippen. En dan had ik nog een heel schattig klein bloemetje. Voor deze ticket. En die ga ik wel hier zo iets hoger. Daar plakken. Kijk, en dan hebben we deze ticket zo. We hebben deze, die en deze met de roos. Heel leuk om los te gebruiken, misschien in pockets te steken of ja, moet even kijken. Misschien om juist vast te plakken op deze manier om iets achter te steken als stukspot. Je kan met de tickets van alles doen. Je kan hem ook als strip laten en dan kan je hem natuurlijk zo opplakken dat je er in zijn geheel iets achter kan steken. Of misschien als bellyband gebruiken. Dus nou ja, heel veelzijdig om te decoreren. Natuurlijk ook, had ik dat al genoemd. Volgens mij niet. Dus ja, ik word hier wel weer blij van. Ik ga nog even de randjes beinkten met vintage foto. En dan is daarna deze strip klaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te kijken. Ondanks dat ik veel even tussendoor eruit ging. Maar anders werd het een hele lange video en het was toch een beetje het doel om bij de 100 dagen project ja, tot maximaal 20 minuutjes video te maken. En ja, dat lukt dan niet altijd. Dus dat maakt de uitdaging ook des te groter, want ik weet dus niet of ik dan op die manier 100 dagen achter elkaar kan volhouden. Maar we gaan er nog steeds voor. We zijn net begonnen en ik vind het nog steeds heel leuk. Ik hoop jullie ook. Ik ga lekker aan de slag met die andere 5 stroken. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!